is voor Friesland al einde. Het is niet meer 12 uur, het is niet 1 minuut voor 12, het is al 10 minuten over 12. Paul de Wind, 1972. Waar zat je toen en wat deed je daar? Bij Shell Billiton in Chemarum aan de Kleesterdijk, waar wij dus een proefboring gedaan hebben naar magnesiumzout. En dat was voor de Shell ook inderdaad een proefboring. Ze wisten totaal niet hoe ze het hebben moesten, wisten niet wat er hun stond te wachten. Ze hadden er 80 miljoen voor uitgetrokken en dat mochten we in 4 jaar opmaken. Ja. En dat hebben we ook gedaan. Het is ook al die 80 miljoen is er binnen opgemaakt, maar de ondervindingen die wij daar hadden bij het mijnen van het magnesiumzout, want het is ons daar gelukt om dat in overgeconcentreerde staat naar boven te krijgen, maar dat had dermate gevolgen in de ondergrond, dat we wisten dat de verzakkingen heel snel zouden gaan en de zeedijk dus een groot gevaar liep. Ja, ja. Waarop dus professor Holtrop, toen de tijd nog hoofdingenieur van de Shell en later professor geworden in Delft. En die heeft toen de tijd gezegd van wij stoppen, want Friesland bestaat allemaal hier in het noorden uit polders. En we zetten alles onder water en de zeedijk gaat ook onderuit. Ja. Desalniettemin ging men later toch weer met Frima in zee. Het was ons toen de tijd verboden van de Shell om ook maar het zout aan te raken. We mochten alleen maar in het magnesiumzout. En het idioot is dat het Frima concessie, die mogen alles wat in de zoutlaag zit, mogen ze naar boven te houden. En ze hoeven alleen maar belasting te betalen over de winst van het zout. Het magnesium wat ze eruit halen, hebben ze gratis. En dat vind ik het frappante, dat dat zomaar kan. Ze doen niets met het magnesium, zeggen ze. Dat magnesium, dat gaat naar Delfzijl, naar de magnesiumfabriek van Axel. Dus waarschijnlijk is dat een... Is Esco, is Axel, kan ik dat stellen? Ja, dat vermoed ik helemaal wel, want er waren maar 3 grote zoutfirma's hier in Nederland, dat zijn in Europa. Dat is dus de Franse zoutgigant, dat is Axo. En dan heb je dus in Portugal heb je dus het, het natuurlijke zout winnen van het zeewater. Ja, ja. Het mijnwezen kwam zeer regelmatig bij ons in Chemarum op bezoek. Die hebben dus alles meegemaakt wat daar gebeurd is. Alle problemen die wij daar gehad hebben, hebben ze weet van. Dus het is niet beheersbaar wat er beneden gebeurt. En dan kan je wel heel duur doen van, ja, wij weten precies wat er is. En wij kunnen nog niet exact zeggen wat de gevolgen zijn van het allemaal. Nou, de gevolgen die waren heel erg duidelijk. En dat zien ze nou ook. En als ze nou nog niet stoppen, moeten ze zelf weten. Maar het is voor Friesland al einde. Het is niet meer 12 uur, het is niet 1 minuut voor 12, het is al 10 minuten over 12. Nou, kunnen we het dus bekijken van vroeger als wij dijkbewaking hadden, dan was het windkracht 10, windkracht 11. Dan werd er zo gedacht een beperkte dijkbewaking in te zetten. Nou is er direct alle minuten dijkbewaking. En als je ziet hoe die zeedijk erbij ligt, alle stenen vallen voor over de Waddenzee in. Over het gebied waar dus de mijning plaatsvindt. Laten we dat even voorop stellen. Het is natuurlijk niet alleen zout, dat is naar mij, maar ook naar gas, hè? Dat is het grote probleem wat dus direct al door mij aangevochten werd. Dat dus die beide putten veel te dicht bij elkaar zaten, wat dus volgens de mijnwet niet mocht.
Daar moest 3 kilometer minimaal verschil tussen. Vooral als je 2 verschillende stoffen ging behandelen. Om te zorgen dat de ene niet effect had op de andere. Moesten die putten minimaal 3 kilometer uit elkaar zitten. Nou, deze putten zitten dus 1,5 kilometer. De gas en zout zitten 1,5 kilometer uit elkaar. Dus die vergunning is eigenlijk oneigenlijk afgegeven. Door Weijers. Ja, maar dat was op elk front was dat in principe zo. Ja. Waarom hebben zij niet Holtrop, de enige deskundige in diep boringen hier in Nederland, op dat moment? Ja. Waarom hebben ze er niet om raad gevraagd? Ja. Waarom is de regering daar niet heen gestapt? Of was dit doel bewust, want wij gaan stiekem magnesium mijnen? Ja. Dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Ja. Ja. En dat is een heel ander verhaal. Je zegt net, het is 10 minuten over 12. Wat had het dan in, denk je, voor Friesland? Dat het, Nou, wie kan die zeedijk nog repareren? Hij zakt ervoor, dus het dijklichaam dat geeft aan van dat die missen stevigheid. Dat is weg, dus eruit. Ja. Nou, we hebben gezien bij de Afsterdijk van even een klein beetje storm, als de keien eruit vliegen. Nou, aan de noordkant, als daar de keien eruit vliegen, daar kunnen wij ons niet een gat van 450 vierkante meter permitteren, wanneer de zeedijk gelijk weg. Ja. Nou, als je de dijk weg is, ben wij ook weg. Ja. En de Afsterdijk ligt ook... Die ligt 2 meter dus beneden de deltahoogte. Dus ja. Dat is helemaal prijs. Dat doen ze voorlopig ook niks aan. Ja. Kun je je ook stellen dat het mijnen naar zout dat nu gebeurt, op die diepte, gewoon onrendabel is, maar dat het puur gericht is op het mijnen naar magnesium? Als je op deze manier alleen zout mijnt, dan is dat volkomen onrendabel. Want ze krijgen water terug uit die put. Die wordt over 2 kilometer naar Harlingen vervoerd. Dan is dat water in die leiding al lang afgekoeld. Dan komt er zware koudwater de fabriek in. Dat moeten ze helemaal gaan verdampen om het zout over te houden. Nou, dat kost een hoeveelheid kilocalorieën. Neem maar op wat 1 liter water verdampen, hoeveel kilocalorieën is. Dat moet dus door die stoomfabriek, moet dat daar weer aangeleverd worden. Nou ja, tenzij ze daar het gas gratis krijgen van de regering, maar anders... Die stenen stoomfabriek die kost veel meer als het, dus het zout ooit opleveren kan. Nee, en dan het verhaal dus ook van, wij hebben 1 miljoen ton zout produceren wij. Ga nou eens even na, als je 1 miljoen ton zout produceert. In Harlingen, de grootste schepen die er kunnen laden is 7000 ton. En moet je nagaan hoeveel schepen daar van 7000 ton in Harlingen binnen moeten komen om die 1 miljoen ton af te voeren. Die paar vrachtwagens stelt geen reet voor. Zet met 200 vrachtwagens, laat die maar rijden. Dat is 200 keer 40 ton maximaal. De rest moet er nog altijd met zeeschepen weg. Hè? Die schepen zijn nog nooit in Harlingen geweest. Hoe kan dan die fabriek in godsnaam ooit uit? Dan moet er iets anders uit die grond komen als zout. Anders kent het immers niet.